Ik zie dat Kim bijna klaar is om te trappen. 3, 2, 1, alsjeblieft. Dames en heren, uw applaus voor Kim van Kim Hair Design uit de Dendermondebaan 121 in Zeelen. Met grote dank natuurlijk. En ook dank aan Steven van Runst, bouwprojecten uit de Beekstraat 3, eveneens in Zeelen.
Opside, Racing Mechelen 1-1. Volstad Rakel Korhout 1-1. Tussen Wetteren en Bornem, daar is de manschap bezig, is het 0-1 voorlopig. Patrick Witters, hulpcoach, 2-1, einduitslag. De ontlading moet groot zijn. Enorm. Het was spannend tot de laatste minuut. Het was een heel gesloten wedstrijd. Veel duels, veel fouten gefloten. De partij lag om de haverklap stil. Dus we konden eigenlijk nooit het tempo omhoog drijven, want we werden telkens afgeblazen. We wisten op voorhand dat de concurrentie punten had laten liggen. Dus, bij deze groep toch een beetje druk met hun jonge leeftijd. Maar al bij al hebben ze de opdracht volbracht en 3 punten thuisgehouden. Dus super content. Ja. Speelde Berchem, laten we zeggen, een beetje anti-voetbal? Nee, ik denk dat Berchem met de middelen die ze hebben een kans hebben gegrepen om het hier ons super moeilijk te maken. En ze zijn er in een opzet geslaagd. Want die 2-1 valt echt wel in de allerlaatste minuut. Gelukkig hebben wij niet de fout gemaakt om dan met de lange bal te gaan spelen en toch blijven voetballen. En dan onze wissels hebben toch geloond. Dus dat was wel super goed. In de tweede helft hadden wij het moeilijk om oplossingen te vinden. Hè? We zijn na 10 minuten kwartier, dus Davy uitgevallen. En we hebben het systeem aangepast. Zijn we omgeschakeld naar een 4-3-3. Laatste weken iets minder aan bod gekomen. En daarom denk ik ook dat het moeilijk was om terug even aan te passen. Of zeker voorin. Omdat dat ze gewoon waren met 2 diepe spitsen te spelen. Nu opeens 1 diepe spits, 2 buitenspelers. En dan is het toch even zoeken. Maar al bij al hebben ze het toch nog goed gedaan. Toch knap aan deze groep dat ze blijven volhouden tot op de laatste minuten. Ja, er zit echt veel veerkracht in deze groep. Je ziet de jonge leeftijd vandaag ook weer. Enkele spelers vallen uit. 3 vaste waardes, komen 3 andere spelers in. Koen Pujol krijgt vandaag speelminuten, valt in, doet het supergoed. Geloof is er en je ziet de groep is echt aan het groeien. We zijn echt aan het groeien en soms moet men ook eens mindere matchen winnen om bovenaan mee te draaien. En dat is ons vandaag gelukt. Heb je dingen gezien die nog moeten verbeteren de komende weken? Ja, sowieso. Elke week voetjes op de grond en elke week blijven werken. Elke week zorgen dat het systeem beter wordt. Het sterkste is ook dat we met 2 systemen overweg kunnen. En dat loont toch. Ja. Mogen we zeggen dat de arbitrage de hoofdrol gespeeld heeft in deze wedstrijd? Ik ga me er niet over uitspreken. Ik heb er mijn mening over. Er werd ontzettend veel gefloten, hè? Ontzettend veel. Onnoemelijk veel. Ik denk niet dat we konden gewoon niet in ons spel komen. Omdat om de haverklap nogmaals het spel stil lag. En dan is het altijd terugzoeken, terug opbouwen van achteruit, terug die vrije man vinden. En dan minste foutje werd dan gefloten. Als ik spreek dat we 30 vrije trappen rond de 16 hebben tegengekregen, ja, dan zijn het misschien nog weinig. Het was ongelooflijk. Op het einde begon het echt nog grimmig te worden. Hè? Ja, het was nog grimmig, maar ik denk ook dat de spanning was. Wij die graag wouden, zij die ook graag wouden. Het werd bitsiger, het werd gretiger. Oké. Okay. Alles in 3 punten zijn dik verdiend volgens jou? Dik verdiend op basis van inzet. Van inzet, van werkkracht, van geloof en het blijven voetballen tot de 90ste minuut. Proberen toch de oplossing te zoeken en niet met de lange bal te werken. Op basis daarvan wel, maar ik denk al bij al was een gelijkspel terecht. Dit is de enige thuismatch nog voor deze maand. Nu gaan we 2 keer uitspelen. Is dat een voor- of een nadeel? Gezien de laatste week is dat een nadeel. Omdat wij thuis toch normaal beter voelen brengen. De laatste week in Deinzen ook weer punten laten liggen. Isegem punten laten liggen. Ik denk dat het weekendje rust nu op het ideale moment komt. Kunnen onze gekwetsten recupereren, hopelijk binnen 2 weken. En dan
moeten we ons gewoon klaarstomen om binnen 3 weken die topper te spelen tegen Hoogstraten. Gaan jullie je speciaal voorbereiden voor die topper tegen Hoogstraten? Nee, niks doen dat we anders zouden doen. Gewoon op hetzelfde manier blijven verder werken. Ik denk dat de opdracht nu is gewoon blijven aanklampen. Die 6 punten blijven behouden. En dan moeten zij naar hier komen en dan zullen we wel zien. Geniet alleszins van de rust volgende week en succes voor de komende weken dan. Oké, dankjewel. Bedankt Patrick. Ja, Koen Pouillon, de belangrijke goal wordt door jou gemaakt. Hoe groot was die ontlading in de groep zelf? Ja, zeer groot denk ik, want bij die 1-1, het was eigenlijk niet zo'n goede match. Dus ja, ik denk dat je het wel hebt gezien dat iedereen direct kwam. Dus ik denk dat er een grote last van onze schouders is gevallen door die 2-1 te maken. Dus, ja. Jij komt dan wel heel sterk in, hè? Ja, de trainer had een paar opdrachten gegeven die ik moest uitvoeren. Ik denk dat ik die goed heb gedaan. En ja, hij zei, probeer toch een keer iets zot te doen. En ja, ik heb dat gedaan, denk ik. Dus, Beschrijf eens die goal die jij gemaakt hebt. Ja, dus ik denk dat het een voorzet is van de rechterkant. Of ja, een bal die terugkomt en Koen van der Rijden tikt hem nog door. En ik zie dan de keeper komen en ja, dan is het gewoon even een seconde tanken. En ja, dat was het eigenlijk gewoon een stiftertje, een klein beetje, met mijn buitenkant rechts. Maar die gaat dan goed binnen aan de tweede paal. Dus. Dat gevoel moet fantastisch zijn, toch? Ja, het is gewoon heel mooi dat ik kan scoren bij de eerste ploeg. Ja, het is vooral de eerste goal en dan nog zo'n belangrijke. En nu staan we los tweede, dus... De hulpcoach zei ook van het was een stugge ploeg om tegen te voetballen. Niet gemakkelijk. Jullie konden je eigen spel niet spelen. Had je dat gevoel ook? Ja, vooral de aanvallers hadden het een klein beetje moeilijk, maar het was ook vooral het middenveld. Ja, de zware duels, dat heb je ook gezien hier aan de zijkant. Het was niet echt een boksmatch, maar het leek er een beetje op. Ja, het was wel een zware match. Ik ben blij dat ik 10 minuten toch zo'n beetje heb kunnen ontmijden. De tegenstanders probeerden wel door veel te vallen het spel te blokkeren eigenlijk. Ja, dat vond ik ook wel, dat de scheidsrechter iets te vlug fluiten, want zo ging het spel ook een beetje veel te traag. En bij ons, het spel is gewoon snelle balwisseling, snel van kant verwisselen. En nu zat dat er niet echt in, omdat bijna om de 2 minuten het spel wel een keer stil lag. Hoe zit het met jou, met jouw toekomstperspectieven? Wanneer ga je starten van in het begin? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat gaat aan de coach liggen. Ik weet dat, vooral dat ik nog veel moet werken en goed moet blijven trainen. En dan zal het wel komen, denk ik. Weet je van jezelf de punten waar je aan moet werken? Vooral in de week op trainingen een beetje met mijn kop erbij lopen. Zoals de coach zegt, kieken zonder kop. Ja. Dat een beetje veranderen en gewoon niets nonchalant doen. Gewoon hard. Bedoelt hij dan het spel beter lezen? Is het dat hij bedoelt? Nee, gewoon soms de passing die ik doe, verkeerde pas of zo. Maar gewoon die dingen, vooral de passing en ook duelkracht nog die dingen aanschaffen. Dan, ik heb nog tijd. Ik ben nog jong. Als je zo blijft invallen, mag het altijd zo gebeuren voor mij? Ja, voor mij ook. Ja. Ik ben blij dat ik erbij ben. Het is nu de 5e of 6e keer, denk ik. Dus, en dan kan ik dat geven ook aan de jongens. Die staan ook volledig achter mij. Dus ik ben blij dat ik zoiets kan doen. Dus nu nog een weekje rust, heb ik gehoord, en daarna 2 uitwedstrijden. Hoe kijk je naar uit, naar die wedstrijden? Het is tegen Wetteren en Bornem, dus hopen dat ik erbij ben. Als ik hard blijf werken, zal het misschien wel lukken. En ik hoop voor de jongens dat ze winnen natuurlijk, dat we Hoogstraten inhalen, dat we misschien toch naar die eerste plaats kunnen lonken, naar de tweede klasse. Die topper tegen Hoogstraten, daar kijk je waarschijnlijk naar uit. Ja, dat is op 1 december, iedereen weet al natuurlijk, dus het is te hopen dat de Hoogstraten binnenkort eens ergens punten laat liggen en dat wij dan winnen. En dan kijken hoe dat die onder ons doen en dan zo hopen dat het ergens lukt. Oké, laten we hopen dat je mag invallen en weer kunt scoren. Koen Pouillon, bedankt en proficiat voor je goal. Dank u wel.